3, 2, 1. Ja, een druk op de knop waar we hoe lang ook alweer op hebben gewacht? Ja, hier werd gezegd naar beneden afgerond 10 jaar, maar het heeft lang geduurd. Maar ik ben heel blij dat we nu beginnen met de bouw van het AZC Houthavens. Stond lang in de plannen en mooi als het in 26 wordt opgeleverd. Het idee stamde al uit 2012, een permanente opvanglocatie voor zo'n 500 vluchtelingen. En met het slaan van de eerste paal wordt dit AZC, met daaronder een parkeergarage, echt concreet. Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we ook heel veel plekken nodig hebben op korte termijn. Ik moet deze week nog 1500 plekken hebben. En dat betekent dat je dan uitkomt op tenten, op leegstaande gebouwen, dat soort dingen. Dit is wat je wil voor de toekomst. Maar die toekomst is nog wel ver weg. Dus we moeten eerst zorgen dat we ook gewoon voldoende plekken hebben voor het hier en nu. We staan in een koude, winderige omgeving. Je wil geen mensen in het gras hebben. Voelt het ook niet ergens een beetje wrang? Vuurwerk, champagne, taart. Ja, voor toch iets wat ook heel naar is. Nou, kijk, ik vind dat je best ook een feest mag vieren dat wij nu een permanente locatie in Amsterdam gaan bouwen. In de Houthavens. Maar het hele vraagstuk van het gebrek aan opvangplekken is natuurlijk schrijnend. Als Amsterdam proberen we daar zo goed mogelijk een bijdrage aan te leveren. Maar je mag best ook even een keer iets feestelijks openen wat mij betreft. En waar het woord AZC valt, ziet Van der Burg elders in het land vaak veel weerstand. Maar bij dit project vooralsnog niet. Je ziet in Amsterdam een enorme mate van niet alleen solidariteit richting mensen die hier asiel aanvragen, maar ook een enorme verantwoordelijkheid van luister. We hebben altijd als Amsterdammers een grote bek over hoe anderen het moeten doen. Dan moeten we zelf ook laten zien dat we het goede voorbeeld geven. Nou, dat scheelt gewoon enorm. Met het ingaan van de spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijker over het land verdeeld gaan worden. Iets wat beide mannen graag zien gebeuren om het vluchtelingenvraagstuk aan te pakken. Als elke gemeente een bijdrage levert, dan is het gewoon op te lossen. En je moet ophouden met alleen maar tijdelijke plekken. Zitten we dan al aan het aantal hier in Amsterdam? Ja, Amsterdam haalt als het gaat om asielzoekers en als het gaat om Oekraïners de aantallen die ze zouden moeten halen. De verwachting is dat het AZC eind 2026 opent.